Ik zelf woon hier nog niet zo lang. Ik ben Gerda, hè, en ik ben getrouwd met Julien. Ja, ik ben hier komen wonen een zestal jaar geleden. En ja, zo zijn we stilletjes aan begonnen met kerstfeest te vieren. Boek aan huis betekent dus naar de mensen die niet meer naar de bibliotheek kunnen komen. Gaan wij zelf op huisbezoek of bij kinderdagverblijven, ook stekelbees, dus voor- en naschoolse opvang. En rusthuizen gaan wij aan de mensen boeken leveren. Dat is een zestal boeken dat ik meeneem en de mensen kiezen daaruit of ze geven zelf een titel op wat ze graag hebben. Heel veel van de kerstsfeer, vooral in huis, niet zozeer buiten huis, omdat we vinden dat is goed voor iemand anders, maar daar heb je zelf niet zo heel veel aan. Dus wij doen dat in huis en alles is begonnen met één straat. Dat was verlicht en dat was leuk, maar ik vond ja één, dat is toch maar zielig. En zo is dat stilletjes aan gegroeid. Dan iets bijkopen, nog iets bijkopen, een huisje, een poppetje, een boompje erbij. En zo groeit dat langzaamaan. Het is echt voor de sfeer. Om de kerst dat je eigenlijk in Oostenrijk, zal ik maar zeggen, bijvoorbeeld enorm kunt beleven. Om dat ook een beetje in huis te halen. Het is dus ja, gewoon heel leuk om dorp ja. Na te maken. Je koopt een straat en dan zeg je, oh, eigenlijk een windmolen. Dat zou wel leuk zijn om daarbij te zetten. En dan een windmolen. En dan, ja, maar dan gaan we toch nog een huisje waar ze iets verkopen precies. Hè? Een beetje cadeautjes misschien of zo. En dan koop je dat. Ja, maar nu moeten er toch mensen een cadeautje gaan kopen. En zo, dan ja, zet je daar iets bij. En dan een diertje en dit en dat. Denk je daar het hele jaar door aan? Je ziet ergens iets, een omheiningske, dat je ergens in een tuincentrum of zo ziet. En je ziet iets liggen. Oh, dat kan goed als een hekje dienen voor mijn dorp. En dan op een gegeven moment begin je daaraan. Zet je alles op tafel en je begint te puzzelen. Het begint van eind half november zo, gaan we de dozen die op zolder staan naar beneden halen. En ga je kijken, wat hebben we nog. Dat is eigenlijk, wij werken met rekken, met houten rekken. En het voordeel daaraan is ook, dat we al die dozen waar dat alles ingepakt is, dat we dat kwijt kunnen, in die rekken. Want anders moet je alles terug naar boven, het zolder dragen. En nu, hop, dat gaat daaronder. En dan werken we dat natuurlijk af met, zoals je wel gezien hebben, met een groene doek of een andere kleur van doek. En dan zie je daar niks meer van. De site van Lemax, want dat zijn de speciale huisjes. En dus op de site van Lemax ga je kijken. En dan krijg je natuurlijk, oh, het is nu reclame, 25%. Dan kan ik nog dit of dat kopen. En dan, ja, zo groeit dat dus. Hè. Daar bestel je dat. En die zijn heel correct en heel soepel. En dus je bestelt dat, je betaalt dat. En Sander en Wes is dat bij. En dan begint het. Hè. Dan is het echt verzamelen. Alles op tafel zetten. Welke boompjes hebben we, welke huizen, welke figuurtjes. En dan ja, moet je beginnen denken, hoe ga ik het nu opbouwen? Want dit jaar hebben we bijvoorbeeld een meer met een riviertje. Verleden jaar hadden we dat niet. Hebben we dat niet gezet. We hadden dat wel. We hadden een boot en zo. Maar we hadden daar geen zin in. Maar dit jaar wel. En zo is dat elk jaar een beetje anders. Je bouwt eigenlijk dus... Je denkt in verband met het dorp eigenlijk.
En je denkt dan, wat is een evolutie? Hoe wordt een dorp, ja, hoe ontstaat dat eigenlijk? En ja, vermits dat we nu met water ook zitten, ja, moet je daar een verbinding mee hebben. Hè, met het water en de rivier. En dan zo ga je over naar ja, de dieren. Die zitten meestal ook wel kort aan het water. En zo bouw je dan eigenlijk een dorp op. En dan in de hoogte ga je naar de bergen. Waar dan de skiers en de sleers zitten. En, absoluut. We werken met spots. Klein spotjes. En dan, ja, je zet de huisjes eerst. Waar dan je denkt, dat moet daar komen. En dan ga je eraan denken van... Ja, dat moet dan speciaal verlicht worden en dat moet speciaal verlicht worden. Dan lantaarntjes ook, dan vorm je eigenlijk een straat. Hè, en dan, ja, dan moeten lantaarntjes bij. Maar dat is allemaal iets voor mijn man. Hè. Dine doet dat allemaal. De voorbereiding, dat is allemaal iets wat hij perfect in orde brengt. Met twee knopjes is de verlichting aan. Maar dat is, je moest dat onderaan zien. Dat is echt de puzzel van draden en stopcontacten. De jaren die voorbij zijn, hebben we meestal met heel veel sneeuw gewerkt. Dan was ook het hele dorp sneeuw. Dit jaar heeft het niet zo hard gesneeuwd. En ja, is er dus onderaan in het dorp, is het nog wat groen. Een beetje sneeuw is er wel gevallen, maar niet te veel. Wij werken zowel met mos, echt dus gedroogd mos... als met, ja, kunstmos eigenlijk, dat je kan kopen in de winkel. We vormen ook rotsen. En dat is dan met schors gemaakt. En ook met mos die je ertussen weeft. En het is een puzzel die je moet aan elkaar breien. Het is om niveauverschil te maken, maar ook een sfeer te creëren. Want als je alleen maar vlakke stukken zou hebben... Dat leeft niet. En dus als je werkt met... Het zijn ook natuurlijke materialen eigenlijk. Voor een groot stuk, toch niet allemaal, maar voor een groot stuk. En dat brengt iets tot leven. Dat groeit en dat is dan anders dan dat je, ja, daar gewoon een recht vlak van maakt. Het is doordacht in de zin van elk poppetje... heeft een betekenis bij een huisje of bij een dier. Of ook, het verwijst voor ons naar familieleden, naar vrienden. En dat is ook leuk als die dan op bezoek komen. Dan herkennen die, oeh, dat ben ik. Zo, allez, dat is heel leuk om die reacties dan te zien. Is een politieagent. En dus die staat daar ook op, een politieagent. Julien speelt in een harmonie. Die speelt bariton en die staat er ook op. Ook familie van mij, die is een hele felle natuurliefhebber. Die gaat naar de Dode Bende om vogels te spotten en zo. En die staat op de uitkijktoren, de vogels te bekijken. En zo nog, ja, nog verschillende andere. Mijn vader is bijvoorbeeld een kajakker geweest, altijd. En die staat er als kajakker.